wat doen we nou met moeder? Wat wanneer? Al in april. In april, oh, met de Pasen. Nou weet iemand wat ze wil. Oh, dat is waar, ook met de Pasen. Zijn we dit jaar niet in het land? Nee, we gaan een week naar Rodos. Zeker met de Volkskrant. Niet met Pasen, de verjaardag, ze wordt 60 toch dit jaar? Oh, dat kan weer lollig worden, het hele schikkie bij mekaar. Wat bedoel je met wat doen we? Wil ze soms een feest of zo? Oh, dat moet ik haar nog vragen. Nee, het gaat om het cadeau. Oh, het cadeau. Ja, het cadeau. Nou, ik had gedacht een pleet of een aardig tafelkleed. Een tafelkleed heeft niemand meer. Of een mooie poef van leer. Ach, God, wat hebben ze daar nou aan? Nou, wat dachten jullie dan? Geef er maar een snelkookpan. Dat is toch met hoge druk en zo'n knop om aan te draaien. Nee, dat is bij haar zo'n stuk. Weet je nog dat radiootje dat ze kreeg op moederdag? Ik geloof dat dat na 14 dagen achter bij de vuilnis lag. Elke klok die moeder opwint staat na 2 minuten stil. Geef er een mecanotoast, dan kan ze moeren wat ze wil. Zeg jij liever eens iets zinnigs of hou anders je gemak? Laten we met haar gaan eten, Avifauna Jantebak. Eten is toch niks bijzonders? Jij doet net of ze nooit eet. Nou, je hoeft niet zo te blaffen, vraag er niet of ik wat weet. We geven haar een koffiemolen die ze nu heeft, die wordt oud. Alles wat ze heeft wordt ouder. Het wordt tijd dat ze hertrouwt met een beetje rijke vent. Kan al die oude rotzooi weg. Ach, maar wat ben jij toch een hufter. Het is zonde dat ik het zeg. Is dat wat, een koffiemolen? Ach, zo'n ding van 30 piek. Oh, het moet per se weer duur zijn, anders is het weer niet chic. Het hoeft geen kapitaal te kosten. Geef jij een plantje van een riks of een leuke kop een schotel? Als het zo gaat, geef ik niks. En het moet iets aardigs wezen, niet te groot en niet te klein. Iets waaraan ze af kan lezen, hoe dankbaar we haar zijn. Zeg, wat zou ze zelf willen? We geven haar een schilderij. Weer zo'n kudde op de hei? Ach nee, die heeft ze al genoeg. Geef een tegoedbon voor een kroeg, kan ze eens goed dronken worden. Ja, dat is best leuk misschien. Ach, ze drinkt toch nooit een druppel. Nou, dat heb ik laatst gezien. Toen zag ik haar in Krasnapolski in de lounge met tante Cor. Volgens mij waren ze allebei zo dronken als een tof. Moeder aan de drank is. Ja, dat heb jij dus van haar. Zeg, kijk jij eens naar je eigen. Nou, hou jij je mond nou maar. Ik hoef niet om de zoveel maanden naar Veenhuizen voor een week. Jij moet iets verwonderd wezen als ik straks je benen breek. Ach, spuug niet zo. Kom nou jongens, geen geruzie. Zeg eens wat ze hebben moet. Wat dacht je van een leren handtas met een bijpassende hoed? Ja, geef er een paar nieuwe kousen. Kreeg ik vroeger ook van haar. Of 6 nieuwe onderbroeken. Ja, hou jij je mond dan maar. Heeft ze niks nodig voor in huis? Ja, een leuke lamp of zo. Of zo'n lullig Smyrna kleedje. Nee, dat vindt ze geen cadeau. En het moet iets aardigs wezen. En niet te groot en niet te klein. Iets waaraan ze af kan lezen. Hoe dankbaar we haar zijn. Zullen we haar een huisdier geven? Een bokser of een papegaai? Ja, kan ze s'avonds leuk niet praten. Geef dan maar een witte haai, kan ze zomers mee gaan zwemmen. Nee, dat is onzin. Weet je wat? We geven haar een abonnement op een of ander aardig blad. Heb jij moeder ooit zien lezen? Nou, de story leest ze wel. Hé hey, jongens, wacht eens. Ja, ik weet het. Ze krijgt een reis naar Israël. Ha, ze kan op het dak gaan zitten. Ach, dat is toch veel te duur. Als ze wat wil klagen, doet ze dat maar aan de eigen muur. Ik heb net een nieuwe Volvo. Ik ben aan vakantie toe. Kijk, dat is de ware liefde van de kinderen tot en moe. Nee, dat doen we niet met 60, met 65 doen we dat. God, dan kan ze wel al dood zijn. Nou, dan heeft ze pech gehad. Hé, we geven er een facelift. Heeft ze niet zo'n oude kop? Kan ze weer aan trouwen denken? Hel, daar is over om. Zullen we haar een bromfiets geven? Oh, dat is ook een leuk idee. Moeten we er hoog verzekeren, anders zitten wij ermee. Ja, want met die Volkswagen reed ze iedereen in puin. Krijgt ze ook een bromfietshelm? Is ze net André van Duin?
nee, zo komen we niet verder. Niemand heeft een goed idee. Laten we maar bloemen sturen en dan s'avonds een diner. Zou er nou niks aardigs wezen? Niet te groot en niet te klein. Iets waaraan ze af kan lezen. Hoe dankbaar we haar zijn. Zeg, is moeder wel verzekerd? Zit ze bij een dooie fonds? Nou, ik geloof niet voor haar eigen. Ze betaalde wel voor ons. Nou, dat moet dan snel geregeld. Dit is de gelegenheid. Als we steeds maar langer wachten, zijn we steeds meer centen kwijt. Wou je dan een graf bestellen? Nou, een grafsteen en een kist. Je bent gek, ze is pas 60. Nodig heeft ze het beslist. En dat krijgt ze als cadeau dus? We bestellen het alleen. Ja, en dan geven we er bloemen. Doe dan maar een krans meteen. Ja, een beetje leuke grafkrans. Niet te groot en niet te klein. Op het lint kan zij dan lezen. Dankbaar.